Ik ben Janette en leuk dat je kijkt naar een nieuwe Juffenweek vlog. Het is vandaag maandag 25 september. En als je heel veel zin hebt in deze vlog, zou ik het heel erg leuk vinden dat je een duimpje omhoog doet en abonneert op mijn kanaal. En dan heel veel kijkplezier. Ik heb helemaal weer zin in deze nieuwe week. De vorige vlogs worden zo goed ontvangen, dus dat vind ik echt super leuk. En ik heb vanochtend even mijn haar gekruld. Ik weet niet waarom. Ik had tijd over. En mijn bord is al in orde, dus dat is echt helemaal top. Zo. Het enige wat ik nog moet doen, is ik moest nog even één ding printen. Want daar had ik vrijdag echt geen zin meer in. En ze hebben vandaag toets Engels. Dus dat moet ik ook even één keer kijken. Zo. En dan gaan we er weer een goede dag van maken. Met les 4. Oké. Kijk mee naar het digibord. Hetzelfde eigenlijk als vorige week. We hebben nu nog 3 kwartier, zelfs iets langer. Lukt het mij om de les in een half uur te doen? Hebben jullie straks een kwartier de tijd voor jezelf? Doe ik er een uur over, dan moeten we na 3 uur dus nog een kwartiertje blijven zitten. Het zou makkelijk in een half uur kunnen, maar dat ligt aan jullie. Kijk even mee naar het digibord, want we zien daar een zeilboot en we zien ook een... Ja, wat zien we nog meer? Onweer. Daar hoort ook een geluidje bij. En mijn vraag is, hoe zou jij je voelen als je op deze boot zat? Wat we vandaag gaan doen, we gaan zo luisteren naar een verhaal. En je gaat met Laura mee op wereldreis en je helpt om haar koffer in te pakken. Welke klimaten er op de wereld zijn en hoe je daar rekening moet houden als je mee op reis gaat. Nou, hier is dat meisje Laura. En misschien ken je Laura wel, want ze is best wel heel erg bekend. En zij is een van de jongste zeilsters op de wereld. En zij heeft een wereldreis gemaakt met haar zeilboot. En die reis heeft inmiddels al plaatsgevonden, dus dat is al geweest. En zij is ook heel veel op het Jeugdjournaal geweest en in het nieuws. Dus misschien komt je haar wel bekend voor. En we gaan nu even kijken naar het filmpje van Laura. Vanaf dat ik 10 jaar was ongeveer, had ik gewoon... Het is maandagmiddag. Ik had het heel warm, dus ik heb even mijn jas uitgedaan. De eerste dag zit er weer op. Ik ben best wel een beetje moe. Ik heb vandaag wel veel gedaan en mijn camera is leeg. Die moet ik thuis even opladen. Ik heb net al wat nagekeken en ik ga nu even de toets klaarzetten voor morgen. Verder heb ik niet heel veel bijzonders verteld. Ik moet gewoon even wat dingen bijwerken, dus dat ga ik nu doen. En dan zien jullie mij morgen weer. Good morning, het is vandaag dinsdag. Nieuwe dag. Zin in. Ik heb even weer een voorraad gekocht voor in mijn kast. Dus dat ga ik er nu eventjes uithalen. Ik heb altijd best wel veel eten op school staan. Want dan kan ik dat gewoon pakken. En anders ga ik altijd heel erg ongezond snacken. Dus ik heb deze repen voor tussendoor. En ik heb deze. Ze zijn niet per se super gezond. Maar er staat goed bezig. Dus ik dacht goed bezig. En... Soms heb ik echt veel trek, dus ik dacht ik koop even deze noedels en dan zet ik ze in mijn kast. En als ik dan een keer na schooltijd echt trek heb, dan neem ik gewoon. En verder eet ik gewoon, ik ontbijt altijd thuis met kwark. En ik eet bij 10 uurtje eet ik meestal een appel met een van die koekjes. En dan de middag gewoon lunchen. En dan na school heb ik ook altijd trek, dus dan neem ik meestal iets van dit. Dus dat. Ik ga nu eventjes alles klaarzetten. Het bord is al in orde, dus dat is super fijn. Ik moet even mijn aerobfles vullen. Voor de pauze 1 fles, na de pauze 1 fles. Want dan heb ik in ieder geval... Hier zit volgens mij 550 ml in. En dan heb ik al de eerste liter wel gehad. En dan met het sporten ook nog.
Zo, dus die ga ik eventjes openzetten. Prachtige films gemaakt van deze spectaculaire onderwaterwereld. Oké, een waardevol natuurgebied. Over wat hebben ze het dus? Ja, hoe waardevol een koraalrif eigenlijk is, hè. Wie heeft het wel eens een keer gezien? In Bonaire heb je het ook inderdaad goed schoonhouden. Er waren ook nog een paar moeilijke woorden. Een uitwendig skelet. Stond koralen bouwen een uitwendig skelet van kalk. Als een diertje sterft, blijft het skelet bestaan. Wat bedoelen ze daarmee met een uitwendig skelet? Hebben we er nog één? Achterloos. Snorkelaars en duikers laten soms achterloos hun afval achter in zee. Wat bedoelen we dan met het woord achterloos? Ja? Ja, dan ben je gewoon slordig of onverschillig. Als je iets achterloos doet, denk je niet goed na. Of maakt het je niet uit wat de gevolgen ervan zijn. De zomer is bij in de herfst is begonnen. Even kijken wat jullie nou allemaal al weten over de herfst. Wanneer is de herfst? Maar weten jullie ook wat er buiten dan allemaal op de grond ligt? Wie zit er nog niet in? Dan gaan we beginnen. Start! De volgende vraag is, wanneer is het herfst? Ja, welke datum? Ik heb zo een vergadering, dus ik moet straks naar school heel snel weg. En dan hebben we informatie over de middelbare scholen. En omdat ik dit jaar juf ben van groep 8, ga ik dat allemaal bekijken. Dus daar ga ik nu naartoe. Good morning, het is vandaag woensdag. En ik heb gisteravond mijn vlog geëdit. Oh ja, ik vind echt dat ik een leuk outfitje aan heb. Op TikTok laat ik dus elke dag mijn outfit zien. Dus als je dat wil weten, dan moet je even daar kijken. Maar in ieder geval, ik heb gisteren een vlog geëdit. En ik vind gewoon de vlogs een beetje saai. Dat ik heel veel hetzelfde film elke week. Omdat elke week er op school ja, best wel hetzelfde uitziet. Soms heb je natuurlijk wel iets anders. Maar ik vraag me gewoon af of dit echt leuk is om naar te kijken. Dus ik ben nog even een beetje aan het nadenken van wat ik nou precies wil. Met mijn juffenweekvlogs en mijn YouTube. Maar als jullie leuke ideeën hebben, laat dat dan vooral weten. Want ik ben nu gewoon echt een beetje inspiratieloos. Dat ik gewoon echt niet weet wat ik moet laten zien in de vlogs. En ik wil ook niet elke dag hetzelfde filmen. Maar ja, het is even niet anders. Ik vind het wel heel leuk om te doen. En dat is ook heel belangrijk. En vandaag hebben wij een soort herhaalweek. Een soort toetsweek. Want aan het begin maak je dan een soort signaleringstoets en aan het einde de echte toets. Dus ik ben daar nu even alles voor aan het klaarzetten. Ik had vorig jaar dus een mooie momentenmuur in de klas en ik wil dat toch eigenlijk dit jaar ook doen. Dus ik heb dit gemaakt en dan ga ik dat op de muur plakken en daaromheen dus allemaal leuke foto's van dit jaar. En dan komt die muur steeds voller te raken. Je agenda heb je als het goed is op tafel. We gaan eventjes kijken naar... Volgende week, maandag 2 tot vrijdag 6 oktober. En die week hadden we eigenlijk al een beetje gedaan. Want wat was er op maandag en dinsdag? Wie weet het? Ja, op maandag en dinsdag zijn jullie vrij. Dus dan hebben jullie ook geen huiswerk. En het huiswerk hadden jullie die week al in je agenda gezet. En die week daarna, dus van maandag 9 oktober tot... vrijdag 13 oktober hadden we ook het huiswerk al ingeschreven. Op dinsdag 10 oktober is het laatste moment voor de TOPO-toets. Dus als je dat er nog niet in hebt geschreven, moet je dat er even inschrijven. Dinsdag 10 oktober TOPO-toets als je hem nog niet hebt gemaakt. En op donderdag 12 oktober is de voorleeswedstrijd. En die vrijdag 13 oktober na 3 uur hebben jullie herfstvakantie. Oké, gaan we alvast even het huiswerk erin schrijven voor na de herfstvakantie. Het is woensdagmiddag en de kinderen zijn weg. Ik heb net lekker eventjes een tosti gegeten. En ik ben dus nu even mijn agenda aan het bijwerken. Met dingen die we nog allemaal moeten doen. En ik moet zo meteen ook even de knutsel voor morgen weer klaarleggen. We gaan dus
luchtballonnen maken. Ik zal hem even laten zien. We zijn er vorige week al aan begonnen. Zo. Als ik hem kan vinden. Deze zijn we aan het maken. Dus daar ga ik zo meteen de rest even voor klaarleggen. Ze vonden het heel erg leuk om te doen. Ik had nog een pakketje wat ik echt super graag aan jullie wilde laten zien. Even random in de vlog. Ik had namelijk 2 nieuwe items. En het is van Maeve de Label. Kijk, zo ziet het eruit. Echt een super lief meisje. En zij heeft echt hele leuke items. En ik heb 2 truien. Nee, niet echt truien. Wacht, ik ga het gewoon even laten zien. Het is helemaal cute ingepakt. Zo. En ik zal gewoon een linkje in de beschrijving zetten. Er zit 1 grijze trui in. En ik vind grijs echt helemaal leuk in de herfst. En hij heeft dus heel erg leuk dit detail. En ik heb dus een soort zilveren broek. Die leek me heel erg leuk eronder. Of ik heb ook een soort nieuwe witte pantalon. Dus die leek me ook heel erg cute. Maar ook heel erg leuk om hier een giletje over te heen te doen. Zo'n teddy gilet. Hij is dus een beetje oversized. Het is in een one size volgens mij. En dat is dus de eerste trui. En dan heb ik ook nog een heel leuk blouseje. Namelijk deze donkerblauwe blouse. En die vond ik wel heel erg leuk. Omdat hij ook deze mouw heeft. Gewoon voor werk. Ik ga er sowieso ook een TikTokje mee maken. En ik dacht ook heel leuk met zo'n teddy giletje eroverheen. Dus dat is deze. Heel erg cute. Met leuke witte knoopjes. En deze is dan wel in een maat SM. Die andere is dan in een one size. Wacht, ik zal deze eventjes aandoen. Dan kan ik het even laten zien. Kijk, dit is dan het blouseje. Echt heel erg leuk. En ik dacht dan misschien dit eroverheen. Kijk, zo helemaal leuk verwerkt met zo'n beetje zo'n teddy giletje. Heel erg cute. En dan met een leuke spijkerbroek eronder. Ja, ik zag het helemaal voor me. Dus dat is dit blouseje. Dit is dan de grijze trui. Ik vind hem echt heel erg leuk. En dan zo'n hoge kraag met een leuke ketting. En dan heb je hier dus die witte details. En dan dacht ik misschien met dit giletje eroverheen. Wel heel warm. Of zonder giletje kan natuurlijk ook. Maar gewoon zo. Heel cute. Dus hier ben ik mega blij mee. Dus dit zijn mijn nieuwe items. Good morning. Het is vandaag donderdag. En vandaag hebben we een aantal toetsen. En moeten we gaan herhalen. Ik moet het bord nog even in orde maken. En ik heb gisteren dus die mooie momentenmuur gemaakt. Met foto's eromheen. En er kunnen dus nog veel meer foto's bij. Ik kan alleen niet te dichtbij laten zien natuurlijk. En we gaan vandaag ook weer verder met de knutsel. En ik wil dus eigenlijk vandaag ook de plattegrond maken. Want na elke vakantie wissel ik altijd van plattegrond in de klas. En eigenlijk wil ik dat dus doen... Weer na de vakantie. Maar dan zet ik het altijd wel voor de vakantie goed. Dus dat wil ik eigenlijk gaan doen. Ik ga nu eventjes de laatste dingen in orde maken. Bord in orde. En dan gaan we er weer tegenaan. Oké, straks als het spelletje is afgelopen, ga je gelijk door met je taalherhalingsbladen. Het is de laatste dag dat je ermee kan oefenen. Dus hij hoeft niet vandaag af, maar probeer wel je luchtballon zo ver mogelijk te hebben. Probeer hem ook uit te knippen. En ik zorg ervoor dat iedereen aan de beurt komt met de waterverf. En als je je tekening af had, dan kon je hem daar op de kast leggen. Ik heb even een
wat noedels gemaakt. En ik moet echt heel hard gaan werken. Ik moet zoveel dingen nog doen. Mijn hoofd klapt uit elkaar. Dus ik ga nu heel eventjes dit eten en ondertussen even wat dingen doen. En ik ben heel erg moe. Het bord is in ieder geval gedaan. En de eerste luchtballonnen zijn af. Ik zal die toch wel eventjes laten zien. Kijk, zo zien ze eruit. Echt mega leuk. En ik hou ervan als alles er anders uitziet. Good morning. Het is vandaag vrijdag, laatste dag voor het weekend. En ik vind dat ik echt een leuke trui aan heb. Wel een beetje warm, want volgens mij wordt het vandaag gewoon 20 graden. Oeps. Maar ik wist even niet wat ik anders aan kon doen. En ik heb ook het gevoel dat ik deze week gewoon weer zo slecht heb gefilmd. En dat vind ik zo vervelend. Ik wil heel veel leuke dingen laten zien, maar je doet gewoon echt best wel veel hetzelfde. Dus ik hoop gewoon dat er ideeën komen van wat ik nou kan filmen in de ochtend. In ieder geval, ik ga even mijn klas klaarmaken. Mijn bord heeft gisteren een kind uit de klas al gedaan, dus dat is heel erg fijn. En ja, misschien is het gewoon leuk om een beetje te laten zien waar ik mee bezig ben. En het is misschien ook handig dat ze vandaag een knutsel gaan bedenken. Moet ik even over nadenken. In ieder geval, de luchtballonnen zijn bijna af. Dus misschien een knutsel voor de kinderen die klaar zijn. Als er niemand meer in dat restaurant komt, wat hadden ze gezegd? Ja, minder werkgelegenheid. Heel goed. Minder. Want als al die toeristen thuis blijven. Ja, het is wel lekker rustig voor de lokale bevolking. En ze hebben meer ruimte. Maar ja, het heeft ook nadelen. Thuis blijven. Wat is het voordeel? Als je een tv-reis thuis ziet, wat is het voordeel daarvan? Ja, dus ze kunnen alle hoogtepunten zien. Alle toeristische hoogtepunten. Zonder dat ze er echt moeite voor doen. Dus ze kunnen alle hoogtepunten zien. Alle hoogtepunten. Oké, even een heel ander beeld. Waarschijnlijk heb ik dit ergens gewoon in de vlog geplakt. Maar ik heb echt een superleuke adventskalender gekregen van Finaste. Dus ik dacht, dit wil ik heel graag aan jullie laten zien. Ik heb deze vorig jaar ook gekregen en er zitten alleen maar sieraden in. Ik heb daarom expres geen sieraden ingedaan, zodat ik gelijk alles in kan doen. Deze adventskalender is 50 euro. Ik zal even voor de zekerheid kijken dat ik het goed zeg. Ja, 50 euro. Er zitten 11 sieraden in en het is ter waarde dan meer dan 200 euro. Vorig jaar was ik echt super erg tevreden. Je hebt een zilveren en een gouden en ik heb gekozen voor de zilveren. Als het goed is. Ik denk dat er gewoon om elke een gouden verpakking zit. Zo ziet het doosje eruit. Echt super chic. Niet echt gewoon zoals de andere adventskalender, maar ik vind hem wel echt heel erg mooi. En er zitten dus ook allemaal sieradendoosjes in die je daarna gewoon nog kan gebruiken. Vorig jaar. Kijk, en zo ziet het eruit. Er zitten er 11 in. Dus laten we maar gewoon snel beginnen bij nummer 1. In nummer 1 zit een zilveren ring. Deze vind ik gelijk echt super mooi. En ze zijn verstelbaar, dus iedereen kan ze dragen. Deze vind ik echt heel erg leuk. In nummer 2 zit een kettingje of een armbandje. Ik moet even kijken. Met een heel schattig hartje. Heel leuk. Oh, het is een kettingje. Zo, met een hartje erbij. Kijk, en hij zit dan een beetje schuin, het hartje. Heel cute. Sommige zijn ook wat groter. Dit is nummer 3. Oh, heel leuk. In nummer 3 zit denk ik dan een armbandje. En wat er tot nu toe in zit is ook gewoon best wel basic. Dus dat is gewoon voor iedereen fijn. Ik heb alleen hele droge handen, dus ik heb een beetje van die wondjes op mijn handen. Dan nummer 4. In nummer 4 zitten twee oorbellen. Het zijn twee slangetjes. Deze vind ik persoonlijk zelf niet zo leuk, omdat dit gewoon niet mijn smaak is. Maar ik snap wel dat andere mensen dit wel heel erg leuk vinden. Het zijn gewoon twee simpele slangetjes. Maar deze kan ik dan weggeven aan iemand anders. Dan nummer 5. Bijna op de helft. Oh, heel leuk. Kijk, met leuke bloemetjes, met zwarte steentjes. Ik weet alleen niet, is het een armbandje? Ja, het is een armbandje.
heel schattig. Dit ga ik straks ook even aan mijn vriend vragen of hij die wil omdoen. Dan nummer 6. Nummer 6 zit weer een ringetje. Namelijk deze. Dit is ook niet per se mijn smaak, maar het is wel heel erg basic. Ik zal hem eventjes om mijn vinger doen. Zo ziet hij eruit. Dan nummer 7. Nummer 7 is weer een grote. In nummer 7 zitten hele leuke oorbellen. Namelijk deze. Heel cute. Staan ook heel leuk bij het armbandje. Kijk, dit zijn de oorbellen. Ja, dit ringetje is nu een beetje gek ernaast. Die moet je even wegdenken. Maar heel erg leuk. Hier ben ik heel blij mee. In nummer 8 zit een armbandje die past bij de oorbellen. Ik denk dat het een armbandje is. Of is het een ketting? Nee, het is een armbandje. Dan nummer 9. Nummer 9 is weer een grote. Oh, heel mooi. Nummer 9 is dit mooie kettingje. Met van die diamantjes. Ik denk dat die ook heel erg leuk staat bij het andere kettingje. Ik ga ze gewoon samen dragen. Heel leuk. Oh, misschien moet ik deze dan wat langer doen. Maar zo ziet het eruit. Heel cute. Helemaal blij mee. Het ziet er dan toch heel anders uit als je weer sieraden om hebt. Nummer 10. Weer een ringetje. Deze vind ik wel heel erg leuk. Namelijk deze hier in het midden. En dan de laatste alweer. Ik denk dat dat dan oorbellen zijn. Om de afwisseling erin te houden. Ja. Oh, deze vind ik heel mooi. Deze oorbellen. En die passen natuurlijk echt perfect bij de ketting. Deze. Heel cute. Hier ben ik echt super blij mee. Ik zal een linkje in de beschrijving zetten. Ik ben er in ieder geval echt super blij mee. En ik vind het echt een leuke adventskalender. Dus als je hem ook wil bestellen, kijk even in de beschrijving.